Hoe gaat het met onze getrouwde man? Ja, dat gaat hartstikke goed. Zelfs na onze bruiloft nog steeds. Annemarie is er weer bij vandaag, dus helemaal goed. Rob Ronalds, een vriend van mij, heeft de bruidsreportage gemaakt. En die vond het leuk om onder het liedje een clipje te zetten. En dat hebben we opgestuurd. En hartstikke leuke reacties opgekregen. Super. Ja, we gaan binnenkort een nieuwe single opnemen met Els Bakker. Daar gaan we een duet mee doen. Dus Stefan en Els. En daar kijk ik helemaal naar uit. Want het lijkt me helemaal geweldig om dat te doen. Het wordt wel echt een levenslied nummer. Daar voelen we ons allebei helemaal in thuis. Dus het wordt echt een... het gaat leuk worden. Dus, ja. En dan nog plannen voor een album? Ja, het album ben ik eigenlijk al heel lang mee bezig. Ook door de drukke werkzaamheden die je gewoon buiten het zingen ook nog hebt, gaat het langzaam. Maar het moet er nu van gaan komen. Dit jaar moet het album klaar zijn. En ook daar kijken we naar uit. Heel veel leuke nieuwe dingen allemaal weer op programma. Een eigen single, die komt er ook nog aan. Peter Koelewijn heeft een nieuwe single geschreven voor me. En daar gaan we mee de studio in. En die komt zo'n beetje net voor de winter uit. En dat wordt volgens mij ook weer een hartstikke leuke single. En tussendoor nog een keer een concert? Ja, ook nog. 22 november, dat heb ik verleden jaar eigenlijk voor de eerste keer gedaan. Live met band. Helemaal geweldig. En dat is op vele verzoeken op herhaling dit jaar in Harderwijk, in de Harders Plaza. Op 22 november met live met een groot orkest erbij. Dus daar kijken we ook weer helemaal naar uit. Ze kunnen kijken op de website van www.stefanstorm.nl. Of ze kunnen kijken, ze zullen een nieuwsbrief krijgen van TV Oranje, ongetwijfeld. En op hardersplaza.nl.